Nou, ik sta soms te bibberen in bad. Moet niet kunnen eigenlijk, hè? Nee. Nou, in het begin als je erin komt, dan is het altijd even toch wel wennen. Je moet je eigen opwarmen en ga ik onder water of ga ik niet onder water. Maar naarmate de les volgt, krijg je het wel warm. Maar het is wel koud, hoor. Het is wel koud. Enkele aquajoggers met een beperking of een chronische ziekte zijn aan het mopperen. Ze vinden dat een van de twee baden in zwembad De Beent, in Veghel, te koud is. Voor ons, want wij zijn toch ouderen. Dus voor ons is dat te koud. Nou ja, we hebben twee baden. Een instructiebad en een wedstrijdbad. En een wedstrijdbad heeft een temperatuur van 28 graden. En een instructiebad heeft een temperatuur van 32 graden. Dus daarin kunnen wij voor alle doelgroepen binnen onze gemeente instructie aanbieden, zwemles aanbieden, wedstrijden aanbieden. En eigenlijk in de breedste zin van het woord iedereen bedienen binnen de gemeente Meijerijstad. Zwembad De Nul in Sint-Oederode is identiek aan De Beent. Daar zijn geen klachten binnengekomen. Het zwembad De Molenhei in Schijndel krijgt ook geen klachten over te koud water. Ze kunnen in beide baden, ze kunnen hun eigen keuze maken of dat ze in het instructiebad of in het wedstrijdbad komen. En daarin zijn de tijden en alle dagen mogelijk. Het warme instructiebad is 3 dagen beschikbaar voor aquajogging. Aquajoggen kan in Veghel alleen op maandagavond en dinsdagmiddag in het wedstrijdbad. Maar je komt toch koud uit het bad. Dus, maar het is lekker. We zijn in beweging. Nou ja, kijk, er zijn altijd mensen die ergens iets vinden, maar ze hebben mogelijkheid om in alle twee de baden te zwemmen. Dus daarin is eigenlijk nooit een probleem geweest.